Leuk dat je weer kijkt naar Lifestyle Experience Plus. Deze week staat helemaal in het teken van onze trouwe viervoeters. Ja, ze worden vaak gezien als gezinslid en ze maken ons hun leven een stuk gelukkiger. Maar wat maakt onze viervoeters nou gelukkig? Dat ga ik vandaag zien. Machteld, gedragstherapie. Wanneer weet je als baasje nou wanneer dat nodig is voor een hond? Op het moment dat je gedrag van je eigen hond als een probleem ervaart. Of het kan zo zijn dat je het zelf geen probleem vindt, maar wel de buren. Nou, dan schakel je een gedragstherapeut in en die probeert dan het gedrag te ontrafelen. En aan wat voor probleem moet ik dan precies denken? Het kan velerlei zijn. Van trekken aan de lijn tot bijvoorbeeld niet alleen thuis kunnen blijven, onzindelijkheid of agressie naar andere honden. Nou, heel erg interessant. Nou, jullie gaan even kijken naar het volgende item. Straks meer informatie over baasjes die tegen het probleem aanlopen bij het opvoeden van een hondje. Welkom terug, ik sta hier nog steeds naast Machteld. En Machteld, nadat je advies hebt gegeven als gedragstherapeute, wat gebeurt er dan? De adviezen die in dat therapieadviesbrief staan, daar gaan de mensen mee aan de gang. Na 2 weken nemen ze dan weer contact op over hoe het gaat, hoe het is gegaan en of er eventuele vragen naar boven zijn gekomen. En kan je mij ook een oefening laten zien? Ja, dat kan wel. Nou, een heel veel voorkomend probleem is natuurlijk dat een hond trekt aan de lijn. Eén manier om het op te lossen is om het gedrag onder commando te zetten. En dat doe je voornamelijk met het aandacht vragen van de hond op het moment dat je loopt. En wat zijn nou de oorzaken van de problemen die je dan vaak tegenkomt bij gedragstherapie? Vaak is het miscommunicatie. Een hond communiceert vocaal en met lichaamstaal. Jullie gaan straks meer zien over de honden die worden opgeleid tot jachthonden. Maar we gaan er eerst even tussenuit voor de break. Tot zo. Kijk nog steeds naar Lifestyle Experience Plus en ik sta hier nog steeds naast Machteld. En Machteld, ik heb vaak ook gehoord dat een streng baasje heel erg goed is voor een hond. Klopt dat? Ja, dat klopt. In die zin niet streng als zijnde in fysiek, maar wel duidelijke commando's. Wees heel consequent met het opvoeden. We hebben het ook over onderstimulatie gehad, dat een veel voorkomend probleem is voor honden. Met jachthonden, wat je kunt doen is zweetwerk. Ja. En daar kan Ralf je wat meer over vertellen. Ralf, jij kan mij iets vertellen voor de trainingen tot jachthonden. Ja. Ik associeer dat zelf een beetje met gewelddadig. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Dat denkt men wel vaak. Maar wij leiden juist jachthonden op om de gewonde dieren zo snel mogelijk uit het veld te halen. Oké. Nou, wij gaan straks kijken naar de jachthondentraining. Maar we gaan eerst even kijken wat mijn collega's aan het doen zijn. Ja, en we zijn alweer bij het laatste deel van deze aflevering en ik sta nog steeds naast Ralf. En Ralf, jij kan mij vertellen hoe je een hond dus kan opleiden tot jagen. Dat is een beetje afhankelijk van het ras en van wat je wil. Je moet eerst een keus maken. Wil ik gaan apporteren met mijn hond of wil ik hem gebruiken voor bijvoorbeeld het nazoeken van grof wild? En kan je me een voorbeeld geven van een oefening? Dat begin je met wat wij noemen kunstsporen. Wat wij doen, wij druppelen een klein beetje bloed op de grond en dan laten we de hond dat zelf ontdekken. Oké, okay, nou Ralf, dankjewel voor al je informatie. Dit was alweer het einde van Lifestyle Experience Plus. Morgen zijn we er weer met Lifestyle Experience om 2:50. En met Lifestyle Experience Plus zijn we er volgende week zaterdag weer. En wil je nou meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan even op onze website www.lifestyleexperienceplus.tv. Doeg!